Op de tong. We staan hier in Marse Pinneland en een beetje nat, maar dan op tot die gaan beginnen. En onderweg is de Prinshal, dus we gaan er vaker niet aan hier. Dit is CV de BC de Boerkes, 22 jaar, het is niet te filmen. Vind je het leuk om mee te doen? Ja. Hoe lang staat hier al op de wagen? En politie. Leuk om politie te zijn. Hier komt er een aan. Ja, mevrouw, u mag mee. Ja?
bent al eens in het casino geweest. Ja. Ja, want dit is de jackpot op de pin en er zijn al veel prijzen. Ja. Nou. Pas geopend, dus het eerste muntje krijg je gratis. Ja. En dan heb ik veel redding. En dan moet er natuurlijk een voorstelling komen. Dan komt de voorstelling, dan komt hij aan. Opletten. Ja. Links in de kleuf. Ja, daar heb ik in te draaien. Daar ga je. En wat is die? Ja? 3 keer 11, dat ging vanzelf. Ja, geweldig zeg. Ja, heel leuk verzonnen. Ja. Prijs. BC de Maarten. BC de Maarten, hè? Ja. Hoe lang doen jullie het al? 6 jaar. Dit is al 6e jaar. En blijft het leuk om mee te doen? Ja, heel leuk. En jullie komen hier vandaan? Ja, wij komen hier vandaan. Master Pinnaland, hè? Ja. En wat beelden jullie nou uit? Wat? Wat beelden jullie nou uit? Ja, een schip. Gewoon een schip en van achter een ijsbeer. Oké, heel veel leuk, hè? Ja, ja. BC de Vleet. En wat doen jullie? Wij zijn masterpinnen. Wij gaan met 11 masterpinnen, met 11 elfjes. 33 elfjes. We hebben 3 elfenbanken gecreëerd op een masterpin. We kunnen de 33 elfjes een keertje uitrusten. En op elke bank kunnen precies 11 elfjes. Dus we hebben 3 keer 11. Maar wat zijn je met het publiek aan het doen? Elfjes maken? Kom. Ja, wil jij een elfje zijn? Eventjes. Nou. Kijk, dan zetten we een dopje op. Maar dan gaan we moeilijk mee hoedje. En dan krijg jij vleugeltjes op van mij. En dan kunnen meedansen. Oh ja, je moet echt voorzichtig zijn. Want ik zie dat je de best met de weer. Kijk zo. En nou ben ik in 11. En dan doop ik voor je naar de 11. En dan hebben wij tot een 11. Ja. Dankjewel. Dankjewel. En dan ben ik naar de 11. Ja, ja. Een fototoestel met een hele hoop bling bling.
Nogmaals, beste leutige mensen van Strijdendorp. Ik ben blij dat jullie hier allemaal bij elkaar gekomen zijn. En dat we nu kunnen beginnen met de carnaval. En Strijdendorp is altijd het eerste dorp van de gemeente waar de carnaval begint. En dan, daarom mag ik als eerste de sleutel aan de prins overhandigen. Als teken dat hier de carnaval begint. En ik hoop dat jullie een hele leutige carnaval hebben. Veel plezier maken. En dat we, als de carnaval voorbij is, de sleutel en het dorp weer op een goede manier terugkrijgen. Uiteraard, dat beloven wij. Hartstikke bedankt. We zijn in Strijdendorp, kom de kar. Ze rookt de hele dag sigaar. De hangster van Hulk Hogan, die ramt gasten in elkaar. Want Jeremy's snor gaat de hele dag van Bill. Wie is er niet geholpen door de snor van Dr. Phil? Een echte vent die heeft de snor, waar is dat ding toch heen? Zo kan je op je bovenlip. Vroeger was je reuze hip. Ik heb te lang mijn snor gedrukt, ik scheer er nu omheen. Krullend, hangend of gewoon een zak onder de neus. Zo'n heel aardig geval, die staat iedereen fameus. Een echte vent die heeft een snor, waar is dat ding toch heen? Het snorretje van Zorro is heel handig met een zwaard. Sinterklaas die heeft er een verscholen in zijn baard. De Dalton, Stiel, Montagne, Tette, Braak en Asterix. En Peter R. de Vries die is hem kwijt, dat is maar niks. Een echte vent die heeft een snor, waar is dat ding toch heen? Zo kan je op je bovenlip. Vroeger was je reuze hip. Ik heb te lang mijn snor gedrukt, ik scheer er nu omheen. Mijn opa, vader, broertje hebben allemaal een snor. En als mijn tante Truus hem had, dan was het ome Cor. Een echte vent die heeft een snor, waar is dat ding toch heen? De snor van Benny Jolink gaat nog altijd door het hart. En die van Super Mario is redelijk apart. Dus zonder snor was Einstein niet half zo'n groot genie. En rocken met een snorretje deed Freddie Mercury.